Hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het was een heftige dag op werk. Echt, oh my god. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben nu gelukkig lekker thuis. Ik heb nog gesport, by the way. Ik ga nu even lekker dinner maken, want ik kan niet meer. Ik heb zoveel honger. En gewoon zin in eten. Ik denk dat ik lekker pastaatje ga maken of zo. Ik heb nog verse pasta over van de markt. Dus dat kan ik eten. Ik heb nog broccoli, courgette, aubergine. Dus dat komt wel goed. Ik heb even lekker mijn make-up eraf gehaald. En ik ga weer even de Heatless Curls in doen. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Want ik kreeg er dus best wel veel vragen over hoe ik dat doe. Ook heb ik er ook een TikTok van gemaakt. But now I mastered it. I don't like it. Oké, we beginnen ermee. Ik heb dus nog de Heatless Curls van vandaag in. Dat ziet er nog zo uit. Auw. Super erg. Krullerig nog, maar ik wil het even goed voor morgen, want ik heb morgen een belangrijke meeting met Trainmore, dus dan moet ik er wel goed uitzien. En als je slaapt, zakt het wel gewoon echt uit. Het is niet zoals bij echte krullen dat het zo goed blijft zitten of zo. Dus daarom doe ik even mijn haar een beetje nat maken met een borstel. Niet nat, nat, maar gewoon een beetje vochtig. Wat heb je nodig? 2 elastiekjes. Ik heb gewoon een lekker grote. Een rope van een badjas. En een clip. Nou, dan zet je die rope hier ongeveer op je haar. En dan zet je hem even vast met een clip. Ik doe dit altijd echt in 5 minuten. Nou, dan verdeel je haar in 2. En dan pak je gewoon een plukje. En dan zet je er die echt super strak omheen. Pak je het volgende plukje. Vooral de eerste paar plukjes zijn het belangrijkst. Die zet je er weer strak omheen. Pak je weer een pluk. Zet je er weer omheen. En dan pak je weer een pluk. Hier beneden pak ik altijd echt 2 grote plukken. Want je draait het er toch omheen. Dus het maakt niet uit. Het is meer dat je hem zo een beetje naar achter werkt. En dan pak ik de laatste pluk. En dan zet ik die goed strak. En dan draai ik het eromheen. Dat is het letterlijk. En dan doe ik dat ook aan de andere kant. Oh wacht, kijk hier aan de onderkant moet je dus goed opletten. Want het laatste stukje doe je dan dus zo. Vouw je dubbel. En doe je een elastiek omheen. En dan draai ik hem nog meer zo. En dan omhoog. Zet ik hem heel even vast aan de clip ook. En dit ga je nu precies hetzelfde aan de andere kant doen. Ik ben nu 5 minuten aan het filmen. Nou, het is echt niet normaal hoe snel je dit doet. In ieder geval 1000 keer sneller als krullen. En in de ochtend betekent het ook geen time. Nou, dan haal je die kutclip eruit. Je gaat nu met de clip in je haar slapen. En dan maak je gewoon een knoop. En ik doe hem dan ook hier doorheen, dat hij niet naar achteren valt. En dan knoop ik hem nog een keer. En that's it. De Heatless Curls. Pakketje, dus ik ja, laat je er morgenochtend zien. En in de ochtend komt het altijd heel heftig. Dus je kan echt doorheen borstelen gewoon. En dan is het gewoon top. Helemaal chill. Dus ik ga nu, ik heb lekker mijn tandjes gepoetst al. Alles. Dus ik ga nu gewoon lekker mijn bedje in. Heerlijk. Goedemorgen allemaal. Nou, we zijn een ochtend of een nacht verder. Ik ga het eruit halen. En jullie gaan zien hoe heftig het is. Echt de uitvinding van de eeuw gewoon oprecht. Ik vind het zo chill. En ik doe het ook zo vaak. Dan heb je dit. Dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dan is het nog heel erg zo. Maar ja, het is echt net 1 minuut eruit. Dus het moet
heel even een beetje uitzakken. Nog even omkleden, je make-up doen. Weet ik het allemaal. Ik ga er denk ik ook een heel mini beetje olie in doen. Want het is een beetje uitgedroogd. Dus ja, het is nu heel erg. Maar schrik daar niet van. En laat het even een beetje uitzakken. Oké, ik heb me heel even snel omgekleed. Maar ik weet niet helemaal wat ik van dit outfitje vind. Ik ga denk ik toch voor iets anders. En ik ga me eerst even snel opmaken. En die krullen moeten echt even nog wat meer uitzakken hoor. De krullen zijn wel een stuk uitgezakt. Maar nog steeds super heftig. Maar ik ga gewoon zo meteen even op de scooter. En dan laat ik lekker erin waaien. This is just for the vlog. We just had the meeting. En nu zijn we bij Trimor. Lekker sporten. I'm very white always in with this camera. We gaan lekker sporten. Ja. Leg day. Maggie is er gezellig. En we're cooking. En we zijn lekker kipnuggets aan het maken. Maggie her famous nuggets. En broccoli. En we gaan even wat rijst koken. En we hebben hier dus even een snack vast. Dit is een tosti van Starbucks die ik dus bij de Too Good To Go video had. Dus ik ga het proberen. Mmm. Is het goed? Ja. Dus we leven het cold. Ja. Cold? Met cold, met afgekoeld al. Oh. Mmm. I need it this. Soms goed. Mmm. Super cheesy. Ja. Lekker. Lekker. Oké, okay. Dus nu zijn we weer met deze aan het filmen. Deze is dus wel weer heel overbelicht. It's too white, but it's also dark. Maar ja, kijk deze, als ik dus nu zo doe, dan staat hij wel scherp, oh, you see? Ja, yeah, but look how long it takes when you go back. Oké, okay, ik heb nu, kijk. Is dat gewoon so niet... yellow. Ja, dat ook. Maar het stelt gewoon niet scherp. Ik heb dus... Dit is een oude camera van mij. Die hebben net even uit de goocheldoos getrokken. Maar deze is heel geel. Yellow. More. En hij stelt gewoon niet scherp. Als ik nu zo... Stelt gewoon niet scherp, zie je? Doe zo. Now it's sharp. Maar if you go close. And I wanna like show, oh, I have so pretty eye makeup. Doe zo. It doesn't make any sense, it's the newer model. Yeah, but it got so much hate on the internet. Yeah, Canon fix this or send us a new Because app. This was the vlog camera. Everyone had this. Yeah, but it's hetzelfde model. Kijk, en nu gaan we even met die filmen. Nee, dus geen... Meg en ik zitten gewoon te werken, hè, op onze deze avond. Kan echt niet. Working girls. Yeah. You look echt terrible. Ja. Yeah. Morgen hebben we een workout van Tribe. Het is een hit workout. Ik weet niet of mensen de Holy Shred van Saints and Stars kennen, maar it's worse. Worse. Because this has three different things. Yeah. Holy Shred has only running and then they have resistance with the weights. Oh. But this one also has running, resistance with the weights and the... Feet. The feet. Yeah. Like the air bike. Yeah. Which is fucking hard. I don't like that at all. Moet er een kort voor acht zijn. So we have to get out of bed 7:20. Ja. Yeah. We gaan gewoon kleren aandoen en we gaan erheen. Het is hier 5 minuten vandaan. Ja. Yeah. Dus. Weet je, mensen zitten wel in het. But we'll be fine. Good way to start the day. Ja. En niet zo cool down. Nee, warm up. Ja, oh no, cool down. I'm done working. But wait, so. Let me see. Yeah. Let me see if they can, like. What is fuck? Then you need to stop it. Goedemorgen allemaal, het is fucking vroeg. Hoe laat is het? Half acht. We gaan nu Tribe doen. Maar afterwards. Ja, voelen we ons heel goed. Dus en we gaan even pre-workout nemen, want anders komen we deze lesje, dit lesje niet door. Ja, succes. Saar en Maggie. Nou. De workout was echt fucking zwaar, maar fucking lekker. Echt, I love it. Het zijn dus zwaarder te zijn dan... Of heb ik dat al gezegd?
Nee. I don't know. Holy Shreds van Saints and Stars. Maggie, die moet nu naar school. Dus die is helemaal ready. En ik ga nu even douchen. Ik heb dus deze nieuwe proteïne reepjes. Bars, whatever. Dus ik ga... Oh, zo lekker zonnetje. Ga ik proeven hoe ik dit vind. Dit is een choco peanut butter. Oh. Dit is heel raar. Het is zo droog. De smaak is zeg maar lekker. Maar het is zo droog dat hij uit elkaar valt in je mond. Als een soort zandkoekje. Het had wel een andere structuur. Ik had gewoon een soort sticky peanut butter verwacht. Wel lekker. Hey. Yo. Yo. Yo, goed? Ja, met jou? Goed, ja, voor ons. Ik denk dat ik een beetje rond 3-4 uur er pas ben. Oh, but I see I look pale all the time. Yes, or... I look yellow and now I look pale. Maggie Passertises. Ja! Oh my god! So amazing. I also did the vlog, hè? This morning. Eh? I did it. I did 2 videos. Oh. Nice. I updated the vlog this morning. Ik heb weer even de leukste unboxing ever. Jullie weten het denk ik al wel. Look Fantastic! Ach, Look Fantastic is de best. Ik heb een doorlopende kortingscode, SARAVLF. En hiermee krijg ik altijd super veel korting op echt de mooiste, beste merk ever. En ik heb weer allemaal leuke goodies mogen bestellen. Ik kan het echt niet wachten op dit pakketje, dus here we go. Het merk van de week is MAC. Dus er zijn voornamelijk veel korting op MAC Studios. Nou laat ik echt veel van MAC hebben. Bijvoorbeeld hun... MAC Stack mascara. Dit is echt de beste mascara ooit. Ik heb hem nu ook. En die is bijna op. Dus ik heb de micro borstel nu besteld. Want ik had eerst een macro. Dus dan is hij wat groter borstel. Maar ik dacht, ik vind het eigenlijk wel chill om een micro borsteltje te hebben. Dus dan is hij net even wat kleiner. Dan kan je wat preciezer werken. Dus deze. Ik moet trouwens echt mijn mascara's uitzoeken. Ik heb zoveel mascara's gewoon in een bak. Waar ik eigenlijk altijd dezelfde. En de rest is waarschijnlijk ook helemaal uitgedroogd en al. En dan heb ik de MAC Studio Fix 12 Hour Shine Control Primer. Ik heb echt een primer nodig. Ik heb wel een soort moisturizer primer, maar niet echt een primer primer. En dit is echt zo'n primer. Dus dat is deze. Heel erg benieuwd naar. Oh, wat een chill tubetje. Dus gewoon wit doorzichtig. Wow, dit voelt heel... chill. Dan heb ik een nieuwe shampoo en conditioner. Ik heb altijd Olaplex, maar ik wil gewoon even een keer iets anders uitproberen en het is bijna op. Ik heb de Uwaya, ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Shampoo, mijn huisgenoot heeft dus ook en ik heb het een keer gebruikt, toch? Nou, best wel chill. En van Kerastase een conditioner. Kerastase is gewoon echt een goed merk. Dit is voor een hair lifting volume conditioner. Dus ik ga deze proberen. En ja, ben benieuwd. Dan heb ik mijn nieuwe zonnebrand besteld. Deze gebruik ik altijd. Elke dag draag ik. Oh shit, ik heb maar SPF 15 gedaan. Maar ja, ik gebruik dus deze altijd van Lancaster. De Sun Beauty. Ja, het is hem wel. Maar ik heb hier een SPF 50. Dus dat is nog wel nogal een verschilletje. Deze is echt bijna op. Wat stom weer dit. Hier heb ik gewoon echt niet goed over nagedacht. Hier ben ik echt super benieuwd naar. De Anastasia Brow Freeze. En ik hoor van heel veel mensen dat deze echt super goed werkt. Dus zoveel brow dingetjes geprobeerd. Maar het werkt voor mij gewoon allemaal niet. Dus ik hoop dat deze wel werkt en ook goed blijft zitten. Ik heb echt 100 van die borsteltjes. Dus die heb ik er niet bij besteld. Wow, het is zo doorzichtig. Ik ga dit zo meteen indoen en kijken of het werkt. Ik hoop het. Dan ook iets waar ik heel erg benieuwd naar ben, is deze parfum van Replica. En dit is de Scheur Beach Walk. Replica zie ik super vaak voorbij komen en ik heb nog nooit een geurtje van hun gehad. Deze ligt me wel lekker. Dus ik heb eerst even een kleine, want zo, ik vind hem niet mega. Dan zit ik niet met zo'n fles. Wel leuk dat ze dit ook allemaal op Look Fantastic hebben. Oeh, spannie. En dit is ook zo'n perfecte grootte voor in een tasje.
Oh, deze is zo lekker. Oh my god, volgens mij heeft Maggie deze ook. Dit ruikt echt naar Maggie. Mmm. Lekker. Ja, dit is top. Oh, dit is zo lekker. En dan dit. Dit is een... deze zie ik heel veel op TikTok voorbij komen. Dit is dus zo'n make-up tas. Wat je zo vouwt, maar ook helemaal open kan leggen. En dat is echt iets wat ik nodig heb. Want... En dan heb ik hem dus in een tijgerprintje. Dat is wel leuk. En dan leg je het gewoon allemaal zo hierin. En je kan ook gewoon je brushes gewoon zeg maar zo hier tussen zetten. En dan doe je gewoon zo. Dit is toch vet handig. Want ik haat het om door een tas te graaien. Echt, als er iets is wat ik haat, is het dat. Dus nu kan je het gewoon allemaal zo lekker neerleggen bijvoorbeeld. Ik doe even mijn spulletjes zo hier. Die ik nu heb. En dan doe je zo. Nou. En dan zit het er allemaal in. En dan doe je het open en dan doe je zo. En dan kan je er lekker bij. Nou, dit vind ik top. En dan als laatst zag ik dit. En dit wat ik gewoon even hebben voor in huis. En tandenborstels en tandpasta. Het schijnt dus ook een goede tandpasta te zijn. Dus hier ben ik benieuwd naar. Dus dit ga ik uitproberen. Dit zijn dus van die bamboe brushes. Dus beter voor het milieu. Dus niet met plastic. En het zijn er gewoon meerdere. Dus dan heb ik ook voor my guests. En dit zijn dus recyclebare tandenborstels. En dan heb ik gewoon voor als iemand komt slapen en die heeft geen tandenborstel. Heb ik een tandenborstel. Dat vind ik cute. Oh, ze zijn echt leuk. Allemaal kleurtjes. Ja, helemaal leuk. Dus kortingscode Sarah VLF. Alle linkjes staan in de beschrijving. En dan was het eigenlijk alweer. Hallo allemaal. Het is alweer een tijdje verder. Helemaal buiten adem van die trappen hier altijd. My god. Maar ik heb even boodschap gehaald. Stan is weer gezellig. Hij is nu alleen even aan het sporten. Maar ik heb allemaal boodschap gehaald. Het avondeten is echt duur. Het is 25 euro wat ik nu allemaal heb gekocht. Ik dacht echt, what the fuck. Maar goed, ik heb eerst even naar de Turk gegaan voor allemaal groentes. Veel te kopen daar. Dus eerst heb ik kruiden voor de wrapstick gaan maken. Een rode paprika. Een jalapeno. Groene paprika. Tros tomaten. Want ik ga... Fajita wraps maak ik, weet niet hoe dit uitspreekt. Een limoen. En dan tomatenpuree. Kaas. Sautéprikkers. Kruidenkaas. Mais. Wraps. Kippendijkvlees. Dit was echt 7 euro, dit was heel duur. En havermelk. Dus, oh, ik had nog haar van mij. Oh, ik moet even mijn olie bijvullen. In ieder geval, ik ga vast beginnen met koken, want dat vind ik tof. In die bovenste laat zit de schaar. Yay. Nee, bij die witte. Er is weer een nieuw pakketje binnen van Worst Behavior. En het is echt een van de chillste merken ooit. Vooral qua sweater, shirt. Ze hebben gewoon super goede kwaliteit. En het is gewoon basics en chill. Stan heb ik nu ook aan, dit shirt. Dingen voor mezelf en ook voor Stan. Yay. Ja. Nice. Een sweater. Die is voor jou, denk ik. Dat denk ik ook. Deze is voor jou? Ja. Dit past jij niet? Wel, dit hoort zeg maar een soort crop top. Strakke crop top te zijn. Wel. Dat past jij niet. Nou, bedankt. Ja, die is klein. Ja. Dat is echt zo'n voor iemand van 4. Nee. Mooi. Dat is gewoon zo'n strak shirtje. En een leuke blauwe kleur. We hebben allebei een blauwe. Deze. Die is voor jou. Die is voor mij, ja dan. Welke maat is dit? Dit is een S, maar deze lijkt deze is veel groter. Ja, nou dan passen we wel even. En deze nog voor jou? Nee, voor jou. Of voor mij? Nee, voor mij denk ik. Ja, maar... Oh ja, ja. Ik heb deze sweater, dit shirt... Nee, dit shirt heb ik voor jou. Niet. Dit is een S. Ja, maar nu heb je toch ook een S aan? Nu heb je ook een S aan hoor. Maar we kijken wel even hoe alles zit. Hoe is dat voor stofje? Echt super leuk weer. Ja, 3. Love it. Wat is vandaag? Donderdag alweer. Ik
ben mijn, of course, mijn vlogcamera vergeten. Maar ik ben op kantoor. Helemaal buiten. Deze trappen zijn echt goed voor conditie, maar. Nou ja. Nieuw work. Klaar met werk vandaag. En ik ben nu snel thuis omgekleden, Stan opgehalen. En nu gaan we weer naar sportschool. Dus ik heb lekker mijn sportoutfitje aan. Hoe cute die blauwe met elkaar. Dan gaan we even sporten. Upper body day. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag alweer. Ik heb lekker geslapen met Stan. Ik ben nu wakker. En ik ga even lekker een koffietje maken. Ik heb weer serieus tijdens deze al pro-barista gekocht. Omdat de Oatly was ijsverkocht. En ik ben echt benieuwd hoe die nu smaakt. Dus ik ga even een koffietje voor mezelf zetten. Echt heel zin in. Zo, dan zijn we met een hele dag verder. Vandaag is er echt iets fucking raars gebeurd. Ik was aan het sporten. Was in de gym. Opeens word ik echt vet duizelig. Ik ben wel vaker duizelig tijdens sporten. Gaat deze camera, hij staat gewoon niet scherp. Dus... ik dacht, nou ja, ik kom gewoon door het sporten of zo, weet ik veel. Stoppen en sporten. Ik was toch gewoon het einde van mijn workout, dus maakt het niet heel erg uit. Toen ging ik naar huis, overal naar huis lopen. En toen ging ik onderweg een broodje halen, want ik had alleen nog een beetje scrambled egg op. Dus ik had ook niet heel veel gegeten. Dus we lopen naar huis, stond ik. En ik begon helemaal te zweten. Ik werd echt helemaal licht in mijn hoofd. Toen ging ik ergens een pakketje ophalen met scooter. Nou, ik werd zo duizelig in mijn hoofd. Ik dacht echt, ik ga gewoon nu deze scooter afvallen. Ik kwam thuis en kreeg ik echt een soort hele paniekaanval. Ik kreeg geen lucht. Ik was zo duizelig misselijk. Dus toen heb ik echt alleen maar een paar uur op mijn bed kunnen liggen. Gewoon kunnen ademen. En net heb ik een salade op. En nu voel ik me eindelijk wat beter. Maar zo raar. Ik snap gewoon echt niet waar het vandaan komt. Ik snap het gewoon echt niet. Gelukkig had Cecile lekker gekookt en... salade voor gemaakt. Ik denk dat ik misschien ook gewoon even wat moest eten, maar echt heel erg raar. Dus nou, ik begon me gelukkig beter, maar ik ga vanavond goed chillen. Op tijd op het bed. Goedemorgen allemaal. Het is, nou het is echt geen morgen meer, maar het is wel zaterdag. Ik heb even een lekker chill ochtendje gehad en ik ga nu met Cecile naar de toko en naar de Lidl, want we willen even wat grotere weekboodschappen halen, zeg maar. En het is gewoon fucking cheap bij de Lidl. Het is gewoon live. En Toko heeft gewoon allemaal van die lekkere dingen wat je dus niet in de normale supermarkt hebt. Dus ja, helemaal gezellig. Daar gaan we nu heen. Oh my god, we zijn in de Oriental in, waar is dit? Duivendrecht of zo? Ja. Helemaal onderin. Oh, mijn handen zijn bevroren. Maar dit is echt een droom. Buiten Amsterdam Centrum. Ja. Kijk dit. We gaan hier lekker Aziatisch shoppen. Oh my god, dit is echt geweldig. Ja, knoflook. Nee, dit is soep wat ze helpt eten. Miso. Miso past. Oh my god. Oké. Okay. Oh, hier hebben ze allemaal van die eitjes. Hier hebben ze ook sowieso die lekkere noedels. Ja, die zijn rice fit. Oh. Oh, al deze sausen zijn echt my life. Oh, dat vind ik echt heel vies. Ja? Ja, ik had het. Ik vond dat echt. Al van die snacks en zo. Oh my god. Ik heb echt geen idee wat het allemaal is ook. Wacht, lekker. Nou, we hebben even veel de Oriental lekker gekocht. Ik zal zo meteen even een mini shoplogje geven met dat allemaal hebben gehaald. We gaan nu. Gaan we eerst naar huis, spullen afdrop. Ja, we kunnen gewoon even langs de Lidl rijden om die grote te halen. En de T-Guys. En de T-Guys. Ja. Of alleen de T-Guys. Ik heb in principe al genoeg proteïne shit thuis. Ja. Ja, misschien... We hebben onszelf failliet gekocht net. Ik zag echt die dingen opgaan, ik denk... Oh, shit. We hebben echt alleen maar lekker dingen. Ja. Oké, okay, we zijn terug. We hebben T-Guys. Ah, de best. Ik heb dus nu de brown sugar latte. Wow. Met koffie is dat. Dus ik ben benieuwd
Dat Maggie de vorige keer. Ik heb altijd dezelfde. Ja. Brown tea. Brown tea. Sugar latte. Mmm. Zo lekker. Mmm. Goed. Wil je even mij proeven? Het is gewoon precies hetzelfde, maar dan met koffie. Toch? Veel koffie wel. Ja. Ja? Misschien als je het verschil. Ja. Oh ja. En? Maar dat is natuurlijk het meest interessante. Ja. Ik vind dus eigenlijk die van Tira dus extra lekker. Hé, mop, ik bel je over 5 minuten, ja? 5 minuten. Oké, okay, als eerst. Hebben we Xavier snacks gehaald. Smaakt kimchi en original. Weet je waar dit ook lekker bij is? Bij zo'n rijstbol met zalm en broccoli en dan zo'n zeewier. Oh, ja. Oké, dan hebben we 2 pakken gyoza. Ja, goed. We moeten even kijken of dat... Misschien 1 in de koelkast gewoon, die je vanavond gaat eten. Dan heb ik noodles gehaald, of course. De hot chicken cheese. De spicy chicken, de aller spicy. En de carbonara. De best. Dan hebben we minced ginger. Dat is ook heel erg handig voor curry's. Ja, voor curry's. Echt voor alle beetje Aziatische recepten. Dit is echt. We hebben kimchi. Ik wil het gewoon openmaken nu. We hebben zo'n pasta waar je dus zelf dit soort noedels mee kan maken. Dus dit is de spice variant. Ik heb ook de milde variant, maar die is niet zo lekker. Dan hebben we rice papers. Minietjes. Wacht, hebben we nu de spicy of is dit een beetje? Dit is spicy. Ja. Oh. Kijk. We hebben deze. Maar ten eerste is deze over datum. Huh? Heb je gekeken naar deze datum? Ja, maar deze had gekocht bij de Turk. Mm. Dus dat stond er waarschijnlijk al gewoon. Deze is tot 2024. Ja, deze ga ik weggooien. Ja. Dan hebben we chili oil. Even bijvullen. Ja. Hoisin sauce. Dat is ook lekker voor bij die rice papers. Ja, dat hebben we hier. Ja, maar dit hebben we gewoon voor de voorraad. 2 potten minced garlic. Want dit is gewoon echt het chill sauce. Ik haat knoflookpersen. Ja, we hebben nu die. Maar dit is toch beter. Want volgens mij was deze 87% knoflook en dan suiker. En deze was volgens mij... Oh, laat maar ook. Maar deze smaak is ook gewoon echt lekker, vind ik. Nou, die kwam uit de voorraad. Dat was voor de kleine voorraadkast. Dan hebben we red curry paste. Dus voor een curry. Ik ben heel erg benieuwd naar. Miso pasta. Voor miso soep. En ja, waar gebruik jij dit allemaal voor? Ja, dit is heel gezond. Ja. Miso. Dus dan kan je dan met soep, dan kan je een soort Thaise soep maken. Mm. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, dit is ook leuk, gyoza vennetjes. Oh, nou. Cassava. Ja, dat is echt heel cool. Doe je dus hete olie, maar moeten we dus wel even kopen. En dan... Gaat het zo heel groot worden. Ja. En dit heb ik eigenlijk voor de grap gekocht. Dat vind ik altijd, ik heb het nog nooit op. Zo'n zure... Ja, het is 0 calorieën. Dat kan niet. Dat kan toch niet 0? Heeft komkommer geen calorieën? Jawel. Een garlic heb je gekozen, dat weet je. Ja, dat was het. De enige waarde die erin zit is calcium en sodium. Dus zout en... Mm. Oh, zo lekker. Man weer bijna op natuurlijk. Ik wil dit elke dag. Eigenlijk is het echt goed dat, dat er niet één dicht bij kantoor zit. Klopt. Ja, dat chun zit dichtbij, maar er zit altijd een rij van hier toe. Ja, dat is echt niet zo. Oh. Je bent een beetje vaag. Ik ben helemaal niet vaag. Ik zei, ik kom hierheen om te chillen. Oké, maar daarna zeg ik, ga drinken, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Nee, ik zei, ik ga even de vriezer inladen en drinken. En met drinken bedoel ik
de bubble thee. En dat is het eigenlijk. Ik denk eerder dat jij zo brak bent dat je de wereld niet meer snapt. Want... Oh, we hebben deze to go mee. Hoe heb je dit al net gedaan? Ik wil nog even wat laten zien. Ik ga de kimchi unboxen, want ik ben gewoon te benieuwd. Ja, ik heb het dus op. Ik ook, maar niet dat ik zelf een pot had gekocht. Meer gewoon bijvoorbeeld in een restaurant, wat is heel lekker, is kimchi tosti. Dus dan is het gewoon zo'n tosti met kaas en dan. Nou, ik had deze wel. Kimchi. Holy. Wow, ik heb een aardige noedel voor. Oké, okay, als jij dit. Dit is een wedstrijdje wie het sterkst is. Nou, ik muus. Oh! Wow! Hey. Oh, dat ruikt zo lekker! Wow! Ik moet maar het ja, ik ben proeven. Nu een ja, zoete bubbeltee. Ik moet het even proeven. En eigenlijk, wij zijn in het verkeerde land geboren. Ja. Het ik ben echt blij dat jij hier ook mee bent ontzest. Want anders wilde ik al deze dingen voor in huis. En dan stel jij dacht echt, what the fuck. Ja, dat was jammer geweest. Ja. Is het lekker? Oh, dit echt, dit maakt alles zoveel beter. Wat goed. Plus, weet je hoe gezond kimchi voor is? Is letterlijk gewoon een probiotica. Oh, dit is echt mijn nieuwe baby. Ja, ik wil het ook wel proeven. Per 100 gram, 15 calorieën. Het is gewoon een soort kool, het toch? Het is gewoon heel gezond. Maar het is volgens mij een soort kool. Ja, het is kool. Kijk uit, hè. Het is kool die gefermenteerd is. Dus het is eigenlijk een soort... Ik wil niet zeggen schimmel, maar wel ja. Eigenlijk schimmel. Dit gewoon zo? Ja. Maar dat is dus net als kombucha, hè? Dat is gefermenteerde thee. Dat is ook goed voor je darmen. Ja. Zo, dat heb ik lang niet op. Eerst dronk ik dat bijna elke dag. Ja, ik heb dat ook. Misschien omdat het nog, als het zomer is meer. Echt goeie. Deze is echt lekker. Ja. Dit is echt, inderdaad denk ik met fucking veel dingen lekker. Zo, je hebt zo'n curry en dan dit. Ja, zoals topping. Ja. Sorry voor de gore geluiden. Iemand die niet zo van me heeft, gaat helemaal bar op jouw video. Ja. Nee, maar jij maar eigenlijk doet alleen maar één video. Ja, dus dan als iemand dat heeft, dan kijkt hij zeker niet naar mij. Huh? Huh? Oh, nou wel handig. Wow. 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 Het ruikt eigenlijk gewoon naar... Chili bean. Ja, chili bean slash sambal batjak. Kijk maar, dat hebben we ook. Sambal batjak is beter dan sambal oelek. Als iemand het ooit gaat kopen. Dat hebben we niet, ja. Oh, he, dat staat bij Do. Sorry, ik haal twee huizen door. Maar we hebben wel dit. Dit is hetzelfde eigenlijk. Oh ja. Zijn er dingen die we kunnen... Ja, daar kwam mijn autisme dus niet tegen. Dat hier dit staat, dat hoort daar echt niet. Ja, maar ja. Dat hoort echt hier gewoon. En dit staat er ook al. Ja, dit gaat weg. Nee, die mayo kan toch wel, maar die ja. Die. En deze. Ja, die. Maar dit kan ook. Onze week oud. Wij denken, ik koop even currypasta. Nou. Wel goeie. Dit gaat ook weg. Dit zijn echt van die dingen. Het is kut om geld uit te geven. Ja. Maar... Als jij in de avond denkt, ik ga een curry kopen, dan ga je naar Albert Heijn en dan haal je zo'n klein currypastetje. Dat is volgens mij alweer 2,50 of zo. Ja, daarom. En nu heb je een hele bak. We hebben rijst. Het enige wat je hoeft te kopen, letterlijk, is een groente. Groente en kokosmel. Ja, dus... En de kip haal je bij de Turk. Ja. Niet meer bij de Albert Heijn. Is te duur. Kan niet. Veel te duur. We hebben allemaal heerlijk voorraad. Ja. Geweldig. Ik wil echt meer voorraad. Ja, we moeten eigenlijk deze kast ook serieuzer nemen. Ja. Nou, dat... Waar ga je deze ooit eten? Want ik wil hierbij zijn. Ja, op een TikTok. Ik heb mezelf een beetje klaargemaakt. En mijn haar is echt niet hoe ik het wil. Maar goed. Ik heb nu dit aan. Stans' ouders komen hier zo meteen. Gezellig gaan we dus hier in de buurt uit eten. Heel erg leuk. Morgen is Stans' verjaardag. Hallo allemaal. Het is zondag. Heb ik vandaag een vlog al met? Ik weet het niet. Maar het is nu 3 uur bijna en ik ga naar Stan. Stan viert vandaag zijn verjaardag, maar hij is eigenlijk 14 februari.
Valentijnsdag dus. Maar goed, mijn heatless curls zijn weer goed gelukt. Ik ga mijn auto voor de deur zetten in Amsterdam, want ik ben er helemaal klaar mee. Ik gebruik gewoon mijn auto nooit. Dus ik vind het gewoon zonde. Dus ik ga denk, dus dan moet ik, mijn auto staat in mijn vaders naam, dus ik moet en de auto op mijn eigen naam gaan zetten. Dus ook mijn verzekering gaan betalen en ik moet me inschrijven in Amsterdam en allemaal dat soort dingen. Dus, maar ja, weet je, ik heb het geld ervoor over, want ik wil gewoon echt heel graag mijn auto voor de deur. Ik ben gewoon een verwend kutwijf. Nee. Ja, waarom heb ik anders een auto als ik hem nooit gebruik? Dat is pas zonde. En ik wil gewoon mijn auto echt niet wegdoen. Mijn auto is echt mijn baby. Dus ja, chill. Dit was dan alweer de weekvlog. Hopelijk vonden jullie het een leuke week. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. Op mijn kanaal te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram en TikTok. Dus ook allebei @sarahvermoerd. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Yes, I'll be on my way now.